Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we weer een paar nieuwe, interessante Wie is de Mol hints. We bespreken onder andere nieuwe hackerskills van Daniel, Anke die een beetje aan het mollen is bij de kogelmeters en de biechttijd van de kandidaten uit aflevering 2. Laten we beginnen bij de hackerskills van Daniel. Zoals we vaker over Daniel hebben gesproken, zijn er dit seizoen veel dingen die naar hacken verwijzen. Zo ook in deze aflevering. Allereerst in opdracht 1 zijn er drones. En drones kunnen worden gehackt of gebruikt worden om andere elektronische apparaten te hacken. Een hacker heeft niet eens zijn eigen drone nodig. Verder valt er tijdens de eliminatie ook iets op. Als Soy zijn naam namelijk wordt ingetypt, is het naambalkje ineens zwart in plaats van de gebruikelijke kleur wit. En dan tot slot kijken we in Moltalk. Hierin zegt Jeroen Kijkende Vechten op een gegeven moment de naam Daniel. En daarna worden de percentages van de verdachten natuurlijk altijd op het scherm gedeeld. Echter loopt het scherm 2 keer achter elkaar vast. En dit zijn dus 3 situaties van hacken puur wat met aflevering 2 te maken heeft. Als we het dan toch over Daniel hebben. In opdracht 1, wanneer er net een nieuwe lading kogels in een van de meters is gegooid, schudt Daniel de kogelmeter. Hierdoor gaan de kogels zichzelf natuurlijk indikken, waardoor er minder hoge stand kan worden bereikt en er dus minder geld in de pot komt. Je kan het ook zien als een anti-mol actie, want waarom zou de mol dit doen? Want de mol wil juist geld, zodat Sarah het er weer uit kan spelen. Maar ja, als mol kun je natuurlijk ook denken van goh, het gaat sowieso niet lukken, dus ik doe het maar gewoon zo, zodat er alsnog zo min mogelijk in de pot komt. Nog iets met de kogelmeters. Als Jurre en Anke boven komen, dan vraagt Jurre aan Anke waar de balletjes in moeten. En Anke zegt hierop dat ze het niet weet en zegt daarna dat ze nog even goed moet kijken of ze iets zien liggen. Zo kan hier natuurlijk mee tijd rekken. En dit kun je ook meteen als een anti-mol actie van Jurre zien. Want als hij de balletjes in de meter heeft gedaan, dan luistert hij niet meer zo heel erg goed naar Anke. En dan wil hij zo snel als het kan weer verder. Ja. Oké, waar moet het in? Dat weet ik niet. Ja. Yes! Alle balletjes! Kijk, is het goed of je het ziet liggen? Dit vond ik een opvallende actie van Anke, wat niet heel erg goed in de montage heeft verwerkt. Maar toch nog wel iets van een sprankeling van misschien mol. Vervolgens heeft Aniek bij deze opdracht een gladde hand en laat ook weer een balletje naar beneden vallen. Maar dat zijn we natuurlijk wel gewend van Aniek op dit punt. Nee, dit is Aniek. Aniek, ga weg. Laat ons met rust. Het spijt me, ik had de gladde hand. Nou, dan even weer wat anders. Er is in opdracht 2 bij alle props wederom een geel bad eentje te zien. Nou, dit kan zoals we al weten wijzen op Daniel of Ranomi. Maar we kunnen ook zien dat het bad eentje steeds in hetzelfde groepje van de mol is. In aflevering 1 had je bij de tweede opdracht dat het in het groepje van Nabil, Daniel, Ranomi, Aniek en Vrouwtje was. En in deze aflevering zie je dat het bad eentje weer in het groepje van Aniek, Ranomi en Nabil is. Dus dan kan je natuurlijk enigszins een verbinding maken, waardoor je dan uiteindelijk een goede kunstgreep hebt. Nee, dat is een mooie flauwekul. Het bad eentje is elke keer in het groepje van de mol, misschien. Als het bad eentje überhaupt een hint is. Dus we moeten natuurlijk weer opletten of we er in de volgende aflevering eentje zien. En bij opdracht 2 is natuurlijk de bedoeling dat de kandidaten muurschilderingen vinden. Als we opzoeken waar deze muurschilderingen vandaan komen, zien we dat deze op een tentoonstelling in 2020 aan het thema digitalisering is verbonden. En dit is natuurlijk heel makkelijk te linken aan Daniel, want hij is nog steeds, ja, nog steeds, techjournalist bij RTL Nieuws. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle nieuwe Wie is de Mol hints en theorieën video's. Nu kijken we nog even terug naar een schema die ik 2 weken geleden had gemaakt. Het offline schema van de kandidaten. Als we er nu op terugkijken, klopt het enigszins met de voorspellingen van mij. Sarah en Vrouwtje zijn namelijk afgevallen en dit schema is dat ook best wel goed te kunnen zien enigszins. En als we goed naar dit schema kijken, is het best waarschijnlijk dat Ranomi, Jurre of Nabil gaat afvallen in de aankomende aflevering. En zoals ook al eerder zei, denk ik dat Soy, Daniel en Aniek in de finale gaan komen. Maar eerst even iets opvallends uit de leader. Dit viel Pascale Sluiter op via Facebook. Kijk naar dit volgende shot.
stel dit is de mol. Stel het is de mol. Dan kunnen we hier Daniel, Sander, Jurre en Nabil aanlinken. Want het ziet eruit als een man. En ik zelf zou er eerder Daniel of Sander aanlinken. Aangezien ze wat iets breder zijn. Iets massiever. Dan kijken we nu naar de biechttijd van de kandidaten. En dan komen we ook even terecht weer bij Nabil. @wdmhints_2023 op Instagram heeft weer deze tijden onderzocht. En daarin valt op dat Aniek ineens de minste biechttijd heeft. Maar 4 seconden. Jurre ook flink minder dan de vorige aflevering. In aflevering 1 had Jurre namelijk 105 seconden biechttijd. En in deze aflevering maar 15 seconden. En er valt ook op dat Soy en Nabil de meeste biechttijd hebben. We kunnen met dit schema dan ook iets zien in potentiële mollen. Als makers ga je namelijk de mol niet zo vaak in beeld tonen, juist zo min mogelijk. Maar voor mij vallen door middel van dit schema dan Nabil en Soy ook af als mol. Ook omdat zij merendeels in de aflevering natuurlijk veel te zien waren, veel verdachte dingen hadden. En Soy natuurlijk echt veel te veel aan het mollen was in de tweede opdracht. Degene die mij juist een goede molpositie geven zijn Sander, die heeft 50 seconden biechttijd. Anke, die heeft 45 seconden biechttijd. En Daniel heeft 64 seconden biechttijd. Dat lijken mij goede mollen. En dat is puur omdat deze kandidaten niet te veel en niet te weinig worden laten zien in de biechten. En dan kom ik even terug op Nabil. Nabil heeft namelijk wel heel veel biechttijd in deze tweede aflevering. Het zou dus heel goed kunnen dat hij de volgende aflevering heel veel aan het woord komt en dan afvalt. En dat verwacht ik niet van Ranomi, want die heeft maar 24 seconden biechttijd in deze aflevering. Dus die gaat denk ik langzaamaan omhoog. En dat is ook gewoon te zien bij andere kandidaten. Daar gaat het langzaam omhoog of blijft het hetzelfde. Zoals Anke, die heeft maar 1 seconde meer dan de vorige aflevering. En dat blijft natuurlijk allemaal best wel verdacht. Dan blikken we nog even snel terug naar aflevering 1, want daar heb ik ook nog een hint over. In opdracht 2 horen we namelijk allemaal verschillende muzieknummers. En hierin valt op dat het merendeel van deze nummers verwezen worden naar een vrouw of gezongen worden door een vrouw. Is de mol dan een vrouw? Dan worden Anke, Ranomi en Aniek ineens veel verdachter. Tot slot, om deze video even af te sluiten, als we in opdracht 1 goed opletten, zien we dat Daniel eigenlijk best wel weinig in beeld komt. Niet qua biechten, maar gewoon qua in de opdracht zelf. Er gaat namelijk ook een theorie rond dat het kan zijn dat de mol in opdracht 1 de drone zelf heeft mogen besturen. En dat zou natuurlijk super, dat zou natuurlijk echt heerlijk beeldmateriaal zijn voor in de finale. Molletje gaat weg, molletje bestuurt even droontje, die schiet iedereen af en die gaat weer verder. Maar goed. Nou ja, dan was dit de video. Bedankt weer voor het kijken. Abonneer snel mocht je dat nog niet gedaan hebben en laat zeker in de reacties weten wat je van deze theorieën vindt. Dan zie ik je de volgende keer weer. En morgenochtend om 8 uur is er natuurlijk weer een nieuwe ProCast. De Wie is de Mol podcast van mij. Die komt op YouTube online en op Spotify online. Dus die kun je ook lekker luisteren. En dan zeg ik laters.